zijn op de Pyramide, school voor speciaal basisonderwijs in Gennep. Nou, ik ben ervan overtuigd dat je... ik ben directeur, ik heb een andere rol. En ik ben me daar wel bewust van. Ik heb aan de ene kant een voorbeeldfunctie. Aan de andere kant wil je laagdrempelig zijn en bereikbaar, dan moet je ook zichtbaar zijn. En ik kies ervoor om veel naar school te lopen, veel de klassen binnen te lopen. Want als ik vaak die klassen binnenkom op het moment dat het leuk is, met een lolletje of ontspannen, ben ik ook welkom als het moeilijker wordt. En dat is heel fijn, vind ik fijn. Maar ik denk dat andere mensen dat ook prettig vinden. Wat ik vooral ervaar is dat we wel formatten hebben waarbinnen we werken en dat we afspraken met elkaar hebben. Maar dat ieder kan zijn die die is en dat je daar ook je eigen invulling aan kunt geven omdat dat goed bij je past. En ik denk dat doen we ook bij kinderen. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we dat met collega's doen. Ik vind dat wel eens heel prettig. Waarom is deze school nou een klassenwerkplek? Ja, blijkbaar is het verzuim onder onze collega's dus laag. Dus dat komt ergens vandaan. En dat heeft natuurlijk te maken met de werkdruk. Ik denk dat we de lasten samen delen. Dat er ook buiten het lesgeven bijvoorbeeld ook nog ruimte is om buiten de groep te werken. Dus om dingen af te maken. Sowieso niet te veel op papier te zetten. Hè. Het gebeurt toch echt in het moment en in de klas. Ik denk dat we daar eigenlijk als school sterk in zijn. Als ik iets de afgelopen jaren geleerd heb, dan is het wel dat kwaliteit van een leerkracht laat zich niet altijd alleen maar vangen in scholing. Je geeft namelijk les als mens, dat is echt. En die klik moet er zijn. En die klik is er met de school, die is er met de schooltype, die is er met de klas, die is er met de leerling. En als dus een collega in zijn kracht staat, dan doet hij heel vaak de dingen waar wij warm van worden, zijn niet de dingen die je op de opleiding geleerd hebt. Maar dat zijn de dingen die je in de praktijk leert en ontdekt wat werkt. En daar moet zeker kaders aan, er moet zeker ook een stukje wetenschappelijke onderbouwing, want we hebben een hoop dingen onderzocht, dus een hoop dingen weten we. Wat wel werkt en wat niet werkt. Maar een kind laat zich niet vangen in een boekje. En we werken hier met kinderen. Die vragen om maatwerk. En dat kan een mens. Dat kan geen boek, dat kan geen methode, dat kan geen vaste structuur. Dat kan een mens. Denk ik echt.